staan hier in de entreezaal van de tentoonstelling Isa Gensken, Machtig Hübsch. Een Duitse titel, maak je mooi, tut je op, betekent dat. Isa Gensken is een belangrijke naoorlogse kunstenaar. Een van de belangrijkste, denken wij, van deze tijd. Iemand die 40 jaar werkt al en die 40 jaar zie je hier in deze tentoonstelling op een hele spannende manier. Niet chronologisch, niet achter elkaar van A naar Z, maar juist meer als een montage. En dat is denk ik het uitdagende van deze tentoonstelling. Het is niet een hele passieve, consumptieve tentoonstelling voor de kijker, maar je moet ook echt zelf aan het werk en zelf die verbanden leggen. Isa Gensken has always been a really, really important artist because she doesn't allow herself to be boxed in. You know, like one very secure behavior of an artist in the world of art is to be recognizable. You know, to see, oh yeah, there's the style again, or there's the format again. And Isa Gensken is not recognizable by the look of her work, because Isa Gensken from the beginning on has always tried to not accept limits. And her work is very much of continuously pushing those limits. Ja, in deze tentoonstelling zijn verschillende thema's naar boven gehaald uit het werk van Isa Gensken. En dat is onder andere architectuur, grote stadscultuur, het lichaam, portret, zelfportret, geluid, communicatie. Eigenlijk heel veel verschillende thema's die steeds weer opduiken door de jaren heen. We hebben hier een fantastische groep ellipsoïden en hyperbolen liggen. Dat zijn soort wiskundige figuren die zij op de computer heeft uitgerekend en die in hout zijn vertaald. Die combineren we bijvoorbeeld met die hemden und jakken uit de jaren 90. Deze zijn uit de jaren 70, begin jaren 80. En beide zou je kunnen zeggen hebben iets met het lichaam te doen. Deze hyperbolen en parabolen die zijn eigenlijk wel geassocieerd met liggende figuren. Dus in die zin zou je hier een soort lichamelijkheid aan kunnen verbinden. Ook omdat ze titels hebben die naar personen verwijzen. En aan de muur zien we hier ook oren. Wie maakt nou een foto van een oor? Nou, Isa, want het verschilt niet zoveel van die ellipsoïden. Het is gewoon een andere manier om beeld te laten zien. Om te laten zien wat, wat kunst is eigenlijk. Dat is wel raar, dat is heel moeilijk uit te leggen hoor. Want toen ik dit zag dacht ik wel, ja, jeetje, dit is kunst. Dit is kunst. Terwijl als jij die foto maakt van het oor van je buurvrouw, is het geen kunst. Ja, dat is de hand van de Isa. Dat is de manier waarop zij naar de dingen kijkt. De eerste keer dat ik Isa Genskens werk zag, riep bij mij direct de reactie op van, wat gebeurt hier? Ik snap het eerstmaar even niet. Ik snap niet die materialen die bij elkaar komen. Het heeft mij echt verwonderd. Het heeft mij geërgerd. Het heeft eigenlijk heel veel emoties opgeroepen die bij een goed beeld horen. I really like very much that the little brain with Isa Gensken and the antenna has been translated in her oeuvre later on than in an open edition of Weltempfänger, little concrete sculptures that look very much like her concrete sculptures she has been doing in the late 80s and 90s, but they're all Weltempfänger, and she says everyone in the world should have a Weltempfänger, meaning everyone also should be, please, alert enough to not forget that we have to connect to the world and that we have to live with what our reality is. Wat mij het meeste uitdaagt is eigenlijk het breken van haar eigen tradities, als je het zo wilt. Eigenlijk het soort handschrift die zij altijd weer creëert door haar oeuvre heen en die eigenlijk altijd weer onderuit gehaald wordt. Eigenlijk een soort continue zelfkritiek die enorm vermoeiend moet zijn als kunstenaar eigenlijk ook en die het ook is eigenlijk. En daar heb ik het niet over zichzelf uitvinden continu, maar eigenlijk echt te kijken vanuit een innerlijke positie van wat kan ik toevoegen aan de kunstwereld, wat kan ik aan deze wereld toevoegen. I see a great beauty in this gesture of just grabbing a sort of panel out of the airplane and making a canvas out of that. That is incredibly simple,
but incredibly effective and sort of radical gesture that creates a beautiful work of art. You engage with the world in a way that it's not just, oh, I need to get a canvas and paint something on it. The world is a canvas in itself. Ja, deze serie X-rays, dat zijn eigenlijk zelfportretten van Isa Genske. Ze heeft een bevriende radioloog gevraagd of hij deze röntgenopname van haar wilde maken. Dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk niet zo snel doet, omdat het niet zo gezond is om te doen. Maar ze heeft hem toch weten over te halen. Ze heeft ook allerlei dingen gedaan die je normaal bij een röntgenopname niet doet. Namelijk oorbellen ingehouden, gedronken, gedanst, gerookt. Ze noemt het ook wel party pictures. Ze zijn eind jaren 80, begin jaren 90 gemaakt. Er zijn twee series van. En ja, het is denk ik wel het ultieme zelfportret wat de kunstenaar kan maken. Want hij geeft zich, of zij geeft zich helemaal bloot. Isa is juist iemand die zich niet zo snel blootgeeft aan de buitenwereld. Ze is eigenlijk redelijk privé als persoon. En ze geeft ook geen interviews of liever niet. Dat doet ze heel sporadisch. Maar ze wil eigenlijk het werk voor zich laten spreken. En ze staat eigenlijk niet zo voor haar werk. Maar in dit geval heeft ze zich wel heel erg... transparant gepresenteerd en ik vind het ook als beeldhouwer een hele bijzondere uitspraak om je eigen skelet als onderwerp te nemen. What one has to say about Isa is that she is sometimes a bit frighteningly intelligent. She has an amazing humor. She has an incredible ability to create beauty with the strangest materials in the world. Ik laat het leven zien van deze tijd. Als ik hier rondloop, denk ik, dit is echt kunst van deze eeuw. Het is ook de tentoonstelling van de eeuw, denk ik.